Het is vandaag een verdrietige dag, want Imro van Hetten, bij jullie beter bekend als de UFO-piloot, is niet meer. Ik ben UFO-piloot. Wij zijn in Amsterdam om even te kletsen met de oude coach van Imro, Tom. Ik zag zijn Fransie. Meneer, wie bent u eigenlijk? Nou, ik ben Tom Haring, trainer van een hoop jongens. Ik heb een sportschool gehad altijd, jarenlang. En ik was trainer, coach van wedstrijdjongens. Ja, en één van de jongens was Imro, die wij allemaal kennen als de UFO-piloot. Ja, dat was later. Zo herkende ik hem toen nog niet, nee. Later wel. Maar Imro was één van de Utrechtse jongens die ik trainde. Met Ramkissoen, was ook een Utrechter. En Imro was een begenadigd kickbokser. Hij was Nederlands kampioen geworden bij me. En we werden veel uitgenodigd in de wereld om wedstrijden te vechten. Waaronder Bangkok in Thailand het hoogtepunt was. Waar komt hij vandaan? Van Erra. En wat is Erra precies? Dat is een planeet in het derde daluniversum. Toen hij op Dumpert kwam, toen was hij al... Ja, hij noemde zichzelf een UFO-piloot. Hij was eigenlijk een beetje in de war al. Maar toen u hem kende, was het helemaal niet zo, denk ik. Nee, totaal niet. Was echt een sportjongen. Was een intelligente jongen ook. Hij studeerde. Later dat hij eigenlijk zomaar de gekke kant op ging... Ja, dat heb ik niet echt meegemaakt. Alleen dat hij me wel vaak nog belde. Op Aarde geboren en toen bent u daarheen gegaan? Ja. Met welke schotel? Met de X-28. Is dat vanuit Duitsland? Was dat? Van Duitsland, ja. Van de Duitsers. De Duitsers hebben UFO's. Wanneer heeft u hem voor het laatst gesproken of gezien? Nou, ik denk is een jaar of 5, 6 geleden dat hij bij me kwam hier in de school. Mijn sportschool was hier vlakbij. En hij belde elke woensdag, mocht hij altijd 10 minuten met me bellen van het Leger des Heils. Dus toen was hij al behoorlijk goed weg schijnbaar. En met een begeleider en dan nou, over alles en nog wat. En meestal zei hij dan altijd, Sen, ga je mee? Ik heb weer een UFO-piloot, je kan met ons meerijden of vliegen. En ik zei altijd, ja jongen, ik speel het maar mee. Ik zeg, ga je daar ook vechten dan? Ja, en ik sloop ze. En dat waren zijn woorden een beetje. Dan komen we elkaar toch weer even tegen. Serieus. Z28 heb ik gevlogen. Serieus? Ja. U heeft hem dan op een dag, want dit filmpje is 16 jaar oud, zag u hem eens op internet. Wat dacht u toen? Nou, ik hoorde het al van andere jongens, hè, natuurlijk. Het was niet dat ik het opeens zag, maar toen vond ik het toch wel erg. Ik vond het echt heel erg, omdat ja, zo'n man is totaal veranderd. Van een echte sportjongen, hè, een leuke man die totaal de weg kwijt is en geestelijk helemaal in de war was. Nu is hij dan, hij was even vermist. Hij is, ja, er is een lichaam gevonden en dat was hij. Ja, wat dacht u toen u dat nieuws hoorde? Nou, ik hoorde al een 1,5 jaar geleden, werd ik gebeld van, hey, Imro van Hetten is dood. En toen bleek het niet waar te zijn. Nee, dat is alweer 4 jaar geleden, of niet? 4 jaar geleden, ja. Dat is een tijd geleden. En toen schrok ik natuurlijk. Maar toen hoorde ik, later ging ik wat onderzoek doen. Toen zei nee, hij zit in een tehuis achter gesloten deuren. Ja, kom maar. Ik ben Jackie Pakuta van de UFO-mafia. Wat voelde er eigenlijk erbij als u Imro, ja, zeg maar zo in de war zag? Nou, ik vond dat heel erg, omdat je juist de man kon, hoe die normaal was. En dan zie je natuurlijk het verschil, hoe iemand kan worden. En ik vind ook juist voor de jeugd en de jongeren. Jongens, kijk uit met die drugs, met die rotzooi, want je ziet wat er van kan komen. Hè. Het kan zomaar in je hersenen slaan, want hij was echt gezond. Dus het is opeens, doordat hij toch verkeerde spul hebt genomen, is er een kronkel in zijn hoofd gekomen en is hij van het pad afgeraakt. En dat vind ik wel heel jammer. X-28.